schatkamer, hè? Nou, laat de sleutel maar even zitten. En hier, wat hebben we hier? Hier hebben we... Dit is het. Hier hebben we handschrift 287 liggen. Dat is een getijdenboek. Dit is het pronkjuweel van... Dit is het pronkstukje van... Moderne devotie nog. En dit boek is uit 1400 nog wat? 1469. En hier heb jij onderzoek naar gedaan? Ja. Dus elke bladzijde bestudeerd. En waar zoek je dan naar? Ja, ik heb vooral aanwijzingen gezocht die aan konden tonen dat het uit Arnhem kwam. En, dat het van ons is? Dat het Arnhems getijdenboek is. In de jaar Onze Heren duizend en dat nog eens. 1469 staat daar. Is dit boek geschreven en afgemaakt omstreeks Sint Laurens, dus 10 augustus, met de hand van zuster Margriet Bloks, non in Bethanië, buiten Arnhem. Buiten Arnhem? Ja. Dus... Nou, dan hoef je niet lang te zoeken naar een aanwijzing. Dit is gewoon hartstikke gelders. Precies, precies. En dit zijn natuurlijk gewoon cultuurhistorische parels, hè, waar we het over hebben. Ja. Kijk. Prachtige. Is dat echt goud gedaan? Ja. Inderdaad, in de volkstaal. Ja, dit is in het Middel-Nederlands. Ja. Wat je hier ziet, deze prachtige versieringen, zijn ook typisch Arnhems. Want wat wij hier zien, in de randen, zijn van die gouden staven met allemaal van die hele kleine gouden bolletjes. Dus er is een Arnhemse school eigenlijk van getijdenboeken. Ja. En ook een grote blauwe initiaal op zo'n gouden achtergrond. Dat is ook een... Iets wat eigenlijk in bijna alle Arnhemse getijdenboeken voorkomt. Wauw. En zo'n getijdenboek, ja, wanneer las je dat? Voor elk moment van de dag was er een gebed wat je voor jezelf kon doornemen. De middeleeuwer die hier woonde, die kon lezen... en die zijn eigen weg of haar eigen weg naar het goddelijke zocht, die had zo'n boek. Ja, en als je ook een beetje geld had, want het waren wel hele dure dingen. Thank you.